Hallo kijkers van Shinesprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Sol Link, samen met Sander van Gaming SB. Jullie denken misschien nu van, waarom beginnen jullie nu opnieuw? Nou, het ging niet helemaal goed met de save file van Sander en het kwam er niet heel erg slecht uit om opnieuw te beginnen. Want het is voor ons nu inmiddels al bijna 2 volledige maanden dat we voor het laatst hebben opgenomen. Ja. En dat is voor ons echt lang. Dus, dat is zeker waar. En ik heb echt wel heel veel zin in om weer met Sander op te nemen. En we gaan dus opnieuw beginnen. We gaan wel de speedbutton gebruiken. In ieder geval tot en met Castalia City. Omdat we dat stukje natuurlijk al best wel veel gedaan hebben. Ja. Plus, waarom niet? Oké, eventjes de laatste paar dingetjes. Gaming S, heb ik nou... Ja, Gaming S. Oh, het past niet. Ah, dan ben ik Gaming S. Nice. Dat is van Small. Hug. Ja, nu ga ik gewoon overal... letter. De laatste letter. Gewoon deleting. 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 De laatste lettering. Oké, wacht. Kan dit nog beter. Kijk, nog meer speeding. Niet te verwarren met Speedo. Speedo? Ja. Maar Milan, je hebt me heel erg geteased. Want jij zei dat jij zo'n leuk verhaaltje had volgens mij. Nou, niet per se een leuk verhaaltje, maar wel gewoon iets leuks om over te praten. Tenminste, ik vond het leuk. Oh. Ik was namelijk op vakantie naar België. Met Jordi en Harm. En dat was gezellig. We hebben daar veel Mario Party'd. Mario Party. Ja. Oeh, Celebi, Frillish en Pineco. Ik denk voor Frillish gaan, maar dat ligt een beetje aan wat jij doet. Wat heeft hij voor eerste move? Als de eerste move een Ghost type is, dan zou ik zeggen no way. Je bedoelt type? Eerste type? Of een eerste type move. Ja, dat is lastig, maar je probleem daarmee is... is dat Celebi misschien wel helemaal geen attacking move heeft. En die andere was? Pineco. Oh, die heeft alleen maar self-destruct op level 1 zeker. Of harder. Ja, nee. Ja, je moet voor Frillish gaan dan. Sander, jij bent toch master van speedbutton? Wat gebeurt hier? Ik doe speedbutton. Ja. Zie? Oh, dit is traag en dit is nog steeds traag. Ja. Maar Sander, wat vond je van mijn nieuwste aflevering van Spritecast? Fucking irritant. Justin heeft voor mij heel Avatar verneukt. Nee, dat is niet waar. Ah, toen ik dat luisterde, toen dacht ik wel echt... Justin, hou op, wat doe je? Nee. Maar inmiddels zou ik nog net zoveel genieten van Avatar als eerder. Snap ik. Ik zou echt gewoon een keertje Mask willen gebruiken. Alleen ik denk dat haast Marowak beter is. Ja, laten we Marowak een Frillish. En ook omdat je 2 Ghost types dan... Ja. Nu is het ding is wel primary water geloof ik hoor, Frillish. Yeah. Oh ja, staat er ook bij. Ja. Zou wel ik kunnen, maar denk je niet dat... Ja, ik denk uiteindelijk dat Marowak wel beter is. Ondanks dat ik denk dat... Ondanks dat ik je mask wel wil gebruiken. Oh lol, nu is het opeens een meisje. Nu is het waarschijnlijk een roze Frillish. What the fuck? Yo, what the frick? Magische poedering. Ik noem hem... We blijven hem erin houden. Merowa. Oh, gaan we. Oh nee. Nee, wat? Dit kan beter. Mero... Oh, dat is hem. Waaah! Zo. Oké. Ja. Verder gaat alles goed bij mij. Ja, nee, oké. Dat was inderdaad mijn vraag. Yo, ik was on fighting. Oh, ik ga tegen Hug? Ja, tegen... tegen Hug. Ja, Gaming S van Small. Milan kan dit bevestigen. Ga tegen Hug. Lekker man. Ik ga hard verliezen van... heb je nou Absorb? Ja. Yeah. Alleen ik ga niet winnen van deze Celebi hoor. Nee, maar dat hoeft ook niet. Oh, dit is voor mij ook niet zo heel voordelig. Alhoewel, misschien kan ik wel winnen. Behalve dat ik
4 times. Oh. Oh. Never mind. Sandring gaat winnen van de Bedu. Ik ga winning. Van Bedu. Oh, ik hoop wel dat ik de goede emulator... Ja, oké, ik krijg XP. 1 emulator op mijn PC krijg ik dus geen XP bij Black and White en Black and White 2. Oké. Dat is wel heftig. Ja. Ik kreeg ook geen XP, maar ik had ook niet gewonnen. Nee, misschien is dat het. Zou er mee te maken kunnen hebben. Deden we eigenlijk ook iets van een level cap? Nou, weet ik niet. Ik kan me niet herinneren, maar... Ik heb het is geen hardcoring. Dat is waar. Ik heb maar pocketballen gekregen. Ja, ik heb ook pocketballen gekregen. Of zei je dat ik? Ik zei ik? Nee, ik zei dat ik. Oké. Oké, wie doet de eerste encounter? Jouw kanaal, jij mag de eer krijgen. Krijging, zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. Oeh, jouw Engels is nog steeds gooding. I waiting that ink. Yo, weet je trouwens dat in Pokémon Colosseum zitten heel veel Engelse fouten? Maar één wordt niet. Battling. Zitten er Engelse fouten in Colosseum? Nee, dat is gewoon te weinig ink. Oké. Oeh, een Chandelure, ja, dat is... Ja, die mag ik sowieso vangen. Ja, is Ghost. Kijk, Chandler nu hadden we met je mask. Pokémon. Of deed die regel nou niet? Nee, die regel deden we niet. Nou. Alleen mag het niet dezelfde type in combinatie zijn, zeg maar. Ja, precies. Oh fuck, dit is super effective. Nee, voor de mensen die mijn grapje van zijn heb bij Pokémon Colosseum niet snapten, was een clipje uit de clipcompilatie. Dan ging de shit voorlezen en dan allemaal met ing en op een gegeven moment stond er gewoon battling. En toen deed ik helemaal zo van, what the fuck? Ze kunnen Engels? Ja, even denken, wat is er nog meer gebeurd? Ja, ik weet eigenlijk ook niet zo wat er bij mij allemaal gebeurd is. Je had vooral veel schooldingen. Ja, dat is niet heel erg interessant. Gaat een habit killen? Een boneclub sowieso, want dat is super effective. Ik moet runnen, anders ben ik dood. Oké. Okay. Dus die hoeft hem niet te vangen. Dan ga ik wel boneclub, dan krijg ik zo'n XP'tje. Ja, zie je dat wel gekillt. Ik vraag me wel af of Headbutt het. Oh, wacht, dat is resist natuurlijk, dus waarschijnlijk niet. Nee, ja, ik heb inderdaad niet zoveel gedaan. Behalve druk bezig voor school. Druk bezig voor school? Ja. Wat is dat, een school? Kan je dat eten? Ja. Kon ik het maar eten? Ze hebben wel zo'n kantine, maar... Ja, dat kost geld of zo. Nou kost school ook in principe geld, maar dat doet hij niet toe. Dat is een investering. Hé, dat is Engels. Ja, dat weet ik. Goed hè. Jij bent fantastisch. Dat is zo'n leenwoord. Yo, is dit zo'n Elder Ring? Dat is een Elder Ring. Ja. Oké, Elder Ring is gone. Since you've been gone! I can't breathe for the first time. Time. Oh nee, nu doe ik crawl. Ik wou runnen. Running in the 90s, zoals ze wel eens zeggen. Wie zegt dat? Weet ik het. Nee. Nee, inderdaad niet. Ik ben een Pokémon meester. Deja vu. I just been in this place before. Ja. Oké. Okay. Ken je die liedjes, beide liedjes niet? Of? Nee, het zegt me niks in ieder geval. Oh. Yo, maar... Ik had hier laatst ook een Ticking Talking van. Hoezo weet je dit niet? Hoe ging die Ticking Talking? Nou, ik zei... Toen begon ik volgens mij ook met Running in the 90s. Toen zei ik zo, oh nee, ik ben een weeb geworden. En toen zei ik, ik heb tenminste nog niet... Deja vu. I just been in this place before gezongen en toen... Oh, wacht, nu deed ik het toch. Ja, dat was het. Maar dat zijn allemaal anime's? Ja, volgens mij zijn het anime liedjes. Oké. Okay. Ja, dat ken ik niet. Nee, ik ook niet. Maar die liedjes... Het is jouw beurt in. ...zijn ook memings. Memings? Wat zijn dat? Deja vu sowieso. Running in the 90s weet ik niet. Dat is gewoon een lekker nummertje. Maar...
Yo, is dat zo'n Blissel? Oh, dit is echt super kut voor Blissel. Ja, hij was al weak to ground. Ja. Nu is hij nog weaker to ground. Waarom deed mijn bouwclub niks? Oh, gewoon mist waarschijnlijk. Nice, dat was Blissel. Oké, okay, het is jouw encounter, boy. Wat is een clever wing? De clever wing, wel clever. En Engels. Niet te verwarren met Clover, de guy van Totally Spies. Oh, dat is voor jou... Of ja, is hij primary rock, ground? Oh, rock. Oh ja. Even ja. Kijken hoor, summary. Marowak is primary ground, dus ik mag hem hebben. Ja. Dat is okay. Chill. Dan ga ik deze Luxio proberen te vangen. Ga jij hem eerst proberen te vangen? Dat kan ik proberen. Die van jou heeft een veel grotere, moeilijkere catch rate, hè? Ja, daarom. Dus als jij hem al niet krijgt, dan kan ik nu wel gaan doen zo van, yo, allemaal ballen verpesten, maar... Oh, je wilt dat ik mijn ballen verpest? Nee, oké. Okay. Jij verpest je ballen waarschijnlijk niet. Als je... Dat klopt. Want het is een Luxio. Maar als, stel, jij zou hem per ongeluk dood maken en dat zou jij nooit doen, want jij bent Pokémon meester. Net als bij mijn eerste encounter. Maar, ja, nee, precies. Maar, dan heb ik niet ballen verspild aan een hele lastige Pokémon. Dat is goed bedoeling. Ja. Oké, ik wou gewoon graag leuk, gezellig, samen een vol team of six. Ja, dat had ik ook wel kunnen waarderen. Ben ja. Jij zo boos in? Oh! Ja, waarom maakte ik me zo druk, gast? What the fuck? Dit was gewoon zo'n one hit KO. Hij is niet KO. Maar... Wat is aan de hand, Sander? Doe eens rustig. Ik weet geen naam. Ja. Ik ook niet. Wacht. Luxio en... Even denken. Ik had hem ook Shield in kunnen noemen. Samazenta. Samazent, sorry. Ik wou al zeggen. Nee, ik had hem ook Shield in kunnen noemen, maar dat is een scheikundig grapje. Ik weet niet of iedereen dat snapt. Nee, dat snapt niemand. Nee, daarom. Dus, dat gaan we niet doen. Even vechting tegen een Camerupting. Een bubbeling tegen de Camerupting. Ja, doe dat eens. Daar word je vast blij van. Nou, ik denk het eigenlijk niet, want hij is 4 times weak to the bubbling. Yo, is dit zo'n cap, jongster? Een Ampharos easy kill. Ja, ze hebben maar niet te hard. Zo'n boonclubbie en hij is dood. Zie. I wasting it. Ja, wasting in it? Zouden zeggen. Jij bent zo slimpy. I do being a slimpy. Oké, ik ga alvast de Flochessy Ranch Shift Tree. Oh, ik had een smoetje met Slow Start kunnen vangen. Shit. Shippies, dat niet gelukt is. Shippies. Helaas, pindakaas. De pineapple. Kijk, ik heb een gras Pokémon als mijn encounter. Oh, ik leef op 1 AP. What the fuck? Ik keek eventjes niet op mijn scherm. Meteen krijg zo'n thunderousing. Zullen we runnen? Want anders ben ik genaaid. Als ik niet kan runnen, ben ik ook genaaid. Ik ga dit sowieso niet kunnen vangen. Dus... Oh, couldn't get away. Ik ben dead. Nee! Wacht. Nee. Waarom is dit zo'n kut game? Luxio, hè? Ja, oh, fuck. Nee. Oh, kut. Ik moet runnen. Pittig luxe. Dat had ik nog niet eens gezien. Oké, ik heb wel kunnen runnen, gelukkig. Wat voor item? Ik mag Marowak niet gebruiken. Mag ik wel gebruiken om te runnen? Met Marowak, of is dat ook cheating? Nee, je mag wel runnen. Oké, ik couldn't run away. Zoals we dat in het Engels zouden zeggen. Dat is niet waar, maar... Dan is het awaying.
Ja, daarom. Wel de ik, dat klopt gewoon hoor. Ja, dat klopt zeer zeker, Ink. I hate Ink, the living. Ik ook, Ink. Want nu heb ik namelijk een Luxio van level 3 als enige Pokémon. En ik een Bastiodon. Nou is Bastiodon niet heel slecht of zo hoor, daar niet van, maar... Met alle electric types die we zijn tegengekomen had ik graag een Landorus. Couldn't get a... Oh. Dit wordt een probleem. Ook nog Landorus. Yo. Daar ging ik bijna. We hebben alleen nog die flying, pure flying guy nodig. Yep. The one and only pure flying guy, wist je? Flikker nou op. Wist je dat, Thunderous dat trio, zeg maar, dat de enige in Gen 5 was, tot en met Gen 5. Ja, dat heb je al vaak primary flying. Mm-hmm. Oh, waarom ga... Nee, wacht, wat doe... Nee. Oh, ik denk echt niet na. En ook nog een Bidoo. Denk na wat je doet, oh, denk nog na wat je doet. Ik heb ook alleen maar tackle. Ook dat nog. Maar ik krijg wel super veel XP als Samusant dit wint. Watersport, oké, nu ben ik dood. Nee, dat is niet waar, mijn jongens. Dat is leugens. Leugenarij. Oh, Absorb heeft deze bitch. Dus hij wordt ook nog geheeld. Terwijl ik damage krijg, zeg maar. Dat is echt niet eerlijk, hè? Vind ik ook... Was dat een crit? Dat was niet eens een crit. Ik ben boos. Chandler is boos. Hij belt Tim Hofman en toen... kwam met Tim Hofman. Hij deed zo van Bidoo. Nee. Alsjeblieft. Kill Sander niet. Sander niet. Oh, het werkt. Zie? De boos song werkt. Since you've been boos. Tim Hofman lost alles op. Ja, hij probeert je altijd onboos te maken. Ja, ik ben wel happy nu. Want we hebben het overleefd. Overleving zelfs. Overleving. Ja, overleving. Yo, poosje. Maar je hebt Hug gewoon verslagen. Dat vind ik wel knap. Ja. Dat was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ik dacht gewoon... Oh, hier kon ik een Azumarill vangen. En uiteindelijk had je daar die Luxio. Ja. Ik ben hier even Luxio aan het trainen voordat ik Hug ga proberen te verslaan. Want Hug heeft een Celebi. Oh, dat ook nog. Huh, moet je nou tegen... Oh ja, tuurlijk, want je bent in het... Ik heb niks gezegd. Oh, dit... Oké, dit was dom. Een Scraggying. Ja, dit is kut. Oké, ja. Nu kan het wel. Oké. Sander, ga eerst even healen. Healing? Waarom is dit graspatch trouwens een penis? Ja, dat heb ik toch al vaker gezegd. Dit is niet wat ik van Nintendo verwacht. Maar wel van Game Freak. Ja, ze hebben ook more lul gemaakt, dus op zich. Ja, en ze jij houden, alleen maar ze les houden lul. Echt. Ze houden echt van die lullige shit. Ze hebben ook muk gemaakt, dus. Ja. Ja, dat is ook. Ik denk dat ik dead ga. Maar ze zijn niet per se zo van de pussies. Daar ben ik dan weer iets meer van. Ja. Alhoewel, ze hebben Cloyster. Op zich. Ik wou zeggen. Genoeg pussies to find. Ja, maar dat is waar. Daar zeggen we geen nee tegen. Nee. Nee, zeker niet. Zie, nu zei je twee keer nee. Oh. Oh nee. Ik denk dat ik dood ga. Ik denk dat we opnieuw moeten, Sandering. Niet alweer. Wel alweer. Oké. Losers play Pokémon. Nou, dit is vooral aan mij te danken hoor. Het is af. Sander, je lievelings Pokémon, oh mijn god. Ik
show dat ik hem dood mag maken. Ja, het is wel illegaal als ik hem dood maak, maar... Ik vind het van niet. Nee, ik ook niet. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik ben weer eens dood gegaan. We gaan nog maar een nieuwe rond doen voor de 7e keer deze serie, denk ik. En dan zien jullie de volgende aflevering. Nee, 56e. Ja, de 56e. De volgende aflevering zien jullie weer een gloednieuwe rom. En zo blijven eigenlijk 100 afleveringen doorgaan. Bedankt voor het kijken. Ja, totdat het niet meer kan. Precies. Totdat we beide dood zijn. Inderdaad. Doei.